Maar ja, onze Karen is vandaag jarig. Een hele goede middag gewenst. Het is vandaag alweer zaterdag 7 augustus en we leven om 13:57. Maar ja, onze Karen is vandaag jarig. Dus Karen, lieve schat, van harte gefeliciteerd namens je moeder, Elwing en Rijka en natuurlijk Kandel, die zit achter de deur lekker te eten al. Dus ja, ik zou zeggen, een hele fijne liefdevolle dag gewenst met wat je gaat doen, samen met Roderick. En geniet vandaag. Ondanks dat af en toe hier tenminste regent. We hebben ook kans op onweer, dus ik weet niet hoe daar bij jullie is. Maar in ieder geval, geniet van alles met wat jullie gaan doen. En ik hou van je. Kusjes, love you. En ja, vrienden, lieve vrienden, ik ga dus inderdaad, zoals ik al zei, met de hondjes uit. En feliciteer Karen ook eventjes op haar kanaal. Ze is vandaag alweer 34 jaar geworden, dus ja, geniet. Dus komt allemaal wel weer in orde. Het zonnetje schijnt, voordat er weer een regenbui komt, hoop ik weer thuis te zijn. Dus ja, ik zou zeggen, tot later. Ja, meer kan ik niet zeggen. Dus, en ik ga vandaag sowieso ook weer verder met de vitrage van Mary. De volgende, want die andere ligt klaar, die is gespeld. Die moet ik inkelt nog naaien, maar ik ga ook die andere eerst even spelden. Ja, dat moet allemaal even gedaan worden, .nl. Dus ik zou zeggen, geniet. En ik zie jullie later. Lieve vrienden, ik heb de centimeter om mijn nek, maar het spel dan is klaar van de vitrage van Mary. Ja, ook de band zit erop. En op allebei. Gisteren had ik de ene klaar, nu de andere. Ik heb hier eventjes vals gespeeld, even een klein stukje eraan. Dat heb ik bij de andere ook gedaan. Want anders kwam ik tekort en dan hoefde ik dit weer niet te gebruiken. Dus zo simpel. Als wat. Ja, dat. Nou, is denk ik nog een kwestie de naaimachine, maar ik moet eigenlijk ook dat allemaal doen. Ik heb wel geveegd. Oh, de dames zijn een beetje gek. Hé? Ja, moet ook kunnen. Ik moet niet over een staart, nee. Dus ja, ik weet het even niet. Ik ga even koffie drinken. Ik heb al koffie ingeschonken. Dat breng ik hier zo naartoe. En centimeter heb ik ook niet meer nodig. Ik kan ook opgeruimd worden. Dus ja, het was allemaal passen en meten. Het moest 2 centimeter wezen, dat hoofd. Omdat ik bij de vorige vitrage ook ongeveer 5 centimeter heb gedaan. Komt niet op een streepje aan. Maar toch, ik zal jullie eerst even neerzetten. Zo, dames, klaar. Nee, nu niet. Ga maar naar buiten spelen desnoods. Maar in ieder geval, het was, ja, hoe ze dat hebben gedaan, ik weet het niet. Maar als ik vitrage knip, zorg ik wel dat ik recht knip. Desnoods neem je zo'n een lange lat of wat dan ook als liniaal en daar geef je een streep langs en dan knippen. Maar het was, het bleek wel, regen, weet je wel, buienalarm, die pijlen zo, jip. Ik denk, nou, dit is echt niet goed, maar oké. Ik heb het op mijn manier weten op te lossen, daar wat grotere zoom dan daar, weet je. En ik ga dat niet op mijn schoot afknippen, dan moet je dat op de grond leggen, dan moet je een schone grond hebben. Met dieren, dat gaat niet. En ik ga ook echt niet op mijn knietjes leggen. Nee. Nee, dat doe ik echt niet. Niet zoals ik me nou voel. Nee. Even gelijk die oprollen.
Die ligt trouwens altijd bij mij. Je weet maar nooit waarvoor je hem nodig moet hebben. Dus die ligt altijd bij mijn bureau in de buurt. In het vakje achter jullie. Dan moet ik nou. Hé, laat dat. Ja, laat dat. Oh jee, Elwin, je steurt, meisje. Zo, kom jij eens even hier, belhameltje. Hoe is het nou met jou? Deze dame heeft vanochtend buiten, was ze aan de dunne en twee keer overgegeven terwijl we aan het lopen waren. Hè? Ja. Jij? Ja. Kleine boef. Dus ja, zo is dat. Het is een klein lief deugnietje, hè? Klein belhameltje af en toe. Hè? Lief. Gaat al. Mwah. Hé, wijfie? Dan moet je gapen. Als je moet gapen, moet je gaan slapen. Ja, echt waar. Ja. Dus ja, dus dat. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het is namiddag. Het is 5:00. De kerkklok hoor ik ook. Dus die klok loopt nou ook weer even gelijk. Ja, alles loopt gelijk. Ik kan helemaal nog slaan. Dus het legt misschien 1-2 minuutjes. Hij loopt dadelijk gelijk, vind ik. Maar oké, wie ben ik? Ik zou zeggen, later. Lieve vrienden, ik ben weer thuis en het is alweer laat, althans het heet laat. Het is 10:01 in de nacht. Ik heb mijn ronde met de dames alweer gedaan en een regen over ons heen gehad, van je welste. Maar ik had mijn regenjas aan en mijn capuchon op, dus ja, mijn haar ziet er ook niet uit. Maar dat doet er ook niet toe, ik ga toch zo naar bed, denk ik. Er is ook een film bezig, wil ik ook zien, dus ja, ik weet het nog niet. Maar in ieder geval... We hebben even staan te schuilen, we hebben eventjes staan te praten. De dames kregen even aandacht van twee heren, die gingen te vissen. En Broeders de Vrouw, die was het al gewend, dus ja, die gingen nachtvissen aan de dijk. Nou ja, boom, een doodzat. Maar in ieder geval, die ene man, die stond sowieso al te schuilen, omdat zijn jas was niet waterdicht. Nou ja, je hebt kans dat er meer komt, hè, vannacht. Hij zegt, is dat zo? Ik zeg, ja, weet ik veel. Ik zeg, je woont in Nederland, hè? Dan weet je het wel. Hij zegt, ach ja, we zien het wel. Hij zit in alles, pakken we weer op de brommer en dan gaan we weer, zegt hij. Nou ja, oké. Hé. Moet de buurman daar wakker van worden? Sst. Zag je die toen? Waar lag hij nou? Helemaal onder de krantenbak. Zo. Dat bonkie. Helemaal onder de krantenbak. De bank is er daar en de krantenbak is er daar. Nee, kun je nagaan. Rol gewoon en heen. Maar ja, ze zijn allebei nat. En niet zo zuinig ook. En vooral bij rijken valt het heel gauw op. Want dan gaat het haar alle kanten opstaan, behalve het goede. En bij Elwin zie je het minder snel, omdat het lekker blijft liggen, dat die vacht. Maar ja, ze is... Mannetje, ben je zo nat. Boefie, ach ja, kan de pret niet drukken. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond als jullie nog opblijven. Zo niet, en jullie gaan naar bed, zeg ik wel rustig, slaap lekker. En graag tot morgen. Bij deze sluit ik dus deze dag weer af. Het was vandaag zaterdag. 7 augustus en we gaan naar de zondag 8 augustus, althans, dat is het al, maar dat doet er niet toe. En ik zou zeggen, tot over een aantal uur.